Ja, goedemorgen lieve vrienden. Het is vandaag, wat vandaag is vandaag? Dinsdag, ja. Juttertjesmarktdag. Ja. Dat, ik heb nog niks aan, geen televisie, geen computer, nee. Ondanks dat bloed en bloedziekelijk heet is, ben ik me net uit bed, want ik heb vannacht weer eens geen oog dicht gedaan. En dan val je dus pas tegen een uur of 7, 7:30 in slaap. En dan was je al gebroken. En met die warmte, ja, hoeveel graden is het hier in huis? Schrik niet. 28 graden. En op de vlakte buiten is het 29 graden, dus het scheelt een graad. Bij mijn poort is het 41 graden, ja. Dat, ja. Heel warm, dus. Die ijzeren plaat is al helemaal kopend heet geweest en daar loopt hij iedere keer op. Met pootjes, ja, kan er ook niks aan doen. Ja. Maar ik vergeet helemaal wat. Ik vergeet jullie hartelijk welkom te wensen bij een gloednieuwe vlog van mij. Ja, van Corina en de Beestenboel. Vergeet ik helemaal. Foei. Mag niet. Nee. Zet jullie even daar neer. Zo. Kan ik erbij gaan zitten. Zo. En dan hoop ik dat jullie me zien. Al is het te scheef, want de camera die staat scheef. Lol. En nou moet het willen lukken, denk ik. Hoop ik. Jongen, nog een toe. Het is hete kerel. Ja. Even daar ook. Ach, is het toch? Is het warm, Pietje? Ja, mooi. Nou, de computer aandoen. Hup, ik moet weer even staan. Zo. Ja, dat ding dat bromt. Ik zal meteen eerst even weer geluid maken. Ja, dat ding. Daar kan ik ook niks aan doen. Die daar. Dan doen we de tv gelijk aan. Want als je het zo stelt, dan kan ik niet tegen, hè? Nee, kan ik niet tegen. Dan zal ik zo mijn kopje even afwassen en dan gaan we aan de koffie en even een broodje klaarmaken. En dan dat reuze ding, die ventilator even aandoen. En misschien dat ik had hem al aan hoor. Maar ik denk ik doe hem even uit, omdat ik met jullie even wil praten. Nou, dat heb ik dus even gedaan en dan gaat die rode hier weer zitten. Vlak voor, die gaat altijd een eeuwig echt vlak voor mijn benen zitten. Iedere keer weer. Ja, of dat. Leggen. Hé? Ja. En dat was mijn computer. Tudululum, was het. Oftewel, je kan verder opstarten. Ja, maar dan ligt die weer in de weg. Dus dan geef ik hem een heel klein tikje. Ga weg. Hallo, ga weg. Hallo, roeie. Jongen. Ja, kom dan. Gekkie. Oh. Het is ook een maf beestje. Oh, nog lig hier aan, zo. Zal daar even wat intypen, zo. Kan ik kijken, zo. Nou, dat is dat. Kan ik dat gelijk weghalen, hup. Hup. En dan gelijk even het anders weer opstarten. En dat is mijn plaatjesprogramma. Dan staat die in ieder geval klaar als ik een plaatje ga maken. Ja. En dat komt allemaal goed. Ik ga zo meteen de Juttersmarkt over. En ik weet niet of ik nog daar, hier en daar wat te zien krijg. Als er iets leuks is of wat dan ook. Dat ik neem jullie wel mee, is er niks, dan vlog ik niet. Is er wel wat, dan vlog ik wel, ja. Maar geef eens even een bakje koffie.
En eventjes aan een broodje. Nou, afwassen. Ja, ik heb wel een afwas staan, maar het is te weinig voor de vaatwasser. Veel te weinig. Dus ja. Maar ja, ik eet vanavond toch weer, dat komt er weer bij. Dus ja, en dan heb ik wel genoeg. Dus het komt allemaal goed. En we gaan vanavond ontoer met niemand anders dan Chrissy. Ja, we gaan nou wel weer over de dijk, maar dat is op de terugweg. We gaan eerst richting de donkere duinen. Ook dat hebben we. We hebben een, ja, ze zeggen een bos. Maar ja, oké, het zijn bomen. Op zoveel vierkante meter weet ik veel hoe groot het daar is. Ik niet weten. Maar het is er altijd wel mooi en gezellig en fijn. En de overkant was eerst het parkeerterrein. Dat is nou ook, daar zijn de dieren heen gebracht. Want we hadden eerst in de donkere duinen zelf hokken met dieren. Dat is allemaal naar de overkant gegaan. Daar zijn meer dieren bijgekomen. Die daar nu meer een kinderboerderij. Ja, maar daar zijn we al eerder geweest. Waren we bij de hertenkamp. Ja, dus als jullie helemaal teruggaan in het verleden bij mij op mijn kanaal, dan zullen jullie dat vast en zeker wel tegenkomen. Ja, met hertjes. Leuk. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ervan. En ik zal nog wat vertellen even. Ik weet niet of iedereen daar last van heeft gehad. Maar degene die Gmail hebben. Mijn Gmail, ik kon niks meer vinden. Ik denk, nou, mijn dochter is bezig geweest, Karin, want die mag dat van mij doen. Maar zij was niet bezig geweest. Nee. Zij had een update gehad. En na die update was Gmail veranderd. Oké, ik kon niks meer vinden. Zij dus ook niet, maar ik kan me niet herinneren dat ik een update heb gehad. Maar in ieder geval, ik kon helemaal niks meer vinden. Dus het zijn mij geholpen om het terug te vinden. En zo was ik ook foto's voor Chrissy. Ja, Chrissy zei, ik heb het je gestuurd, maar ik kon niks vinden. Maar nou is het er. En dan kan ik dat allemaal uitzoeken. En dan maak ik daar ook weer even een vlog van. Ja, van haar foto's. Dus dan weten jullie dat zo vast, dat er ook allemaal aankomt. Ja, dus jullie kunnen op en top gaan genieten. Dat lieve vrienden, ik zou zeggen, een fijne dag verder. Geniet van elkaar, geniet van alles. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Nou, daar ligt mijn hondje dan. Maar ik zal kijken ook wat muilkorf kost. Want meneer die kan bij zijn staart. Meneer kan bij zijn kont. Want hij heeft vannacht ook nog weer een keer aan zijn kont gezeten. Ik had dan aan de andere kant dan wat jullie nu zien. Ik weet niet of het... Ja, hij ligt erop. Dus ja, dat... Maar oké, we gaan er vandoor. Op hoop te zeggen dat hij nou een beetje lief zal zijn. Want dan heeft ze zelf er mee. Want ik moet hem weer kaal maken daar. En dus, maar oké, lieve vrienden. We gaan, ik ben er klaar voor. Het is zeker bloedjesziekelijk heet. En vooral in onze schuur. Ja, dus we gaan er gauw vandoor. Ik zie jullie wel. U mag alleen gauw de deur uit van mij. Mooi, dankjewel. Ja, alstublieft. Mooi, dat was dus een zo'n geval. Die ja, ik gekocht heb voor mijn hondje. Ik wou net zeggen, de hond is kan weer veilig. Ja, hij bijt niet, juist zichzelf. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar oké, hartstikke bedankt. Nou, fijne dag verder. Dankjewel. Op Facebook ken ik... Nou, hij heeft de kap weer om. En de reden... De muilkorf past hem niet. Nee, die is te groot. Dus we gaan weer even terug. Dus ja, ik zal wel moeten. Want hij moet er toch eentje hebben. Maar hij is te groot. Denk je dat je een van de kleinste hebt? Maar nee, dus... Dat sleutels even pakken. Dat moet wel even goed gedaan worden. Wel de goede sleutel hebben. Zo. Even de deur weer op slot. Want anders kan iedereen erin. En dat hoeft ook weer niet. Nee. Dat hoeft ook weer niet. En dan gaat die in de tas. En mijn hele stikje gaat
even om het stuur heen. Dan gaan we de plank weer weghalen. Ik had gehoopt dat ik thuis kon blijven, maar helaas ben ik thuis. Hup daar. Plank omhoog, maar die gaat nou niet in de schuur. Die zit hier in het hoekje neer. Zo. En dan gaan we op de booster zitten. Oh nee, kan nog niet. Ik moet eerst mijn tas nog ophangen. En daar heb ik twee handen voor nodig. Dus ja. Dan sluit ik jullie af. Jullie gaan weer in de tas. En tot straks. Ik sta bij de dierenwinkel voor de deur. Ik ben al binnen geweest. En net dat ik hier was, zat die meeuw ook al daarop. Op dat bootje. En aan de overkant zijn er een paar zielig aan het wezen. Jonge meeuwen ook. Dus ja, en er komt een busje aan. Kan ik ook niks aan doen. Die komt er ook op. Gelijk reclame. Kan er niks aan doen. Maar, oké, ik ben nu bij Blokker, dierenvoeding. En ik heb een andere, ik heb een kleinere. Die andere was 2-3 maat groter. Het was een 9, dit is een 7. Ja, ik heb nou een kleintje. Want ja, meneer zijn neusje kwam bij die andere ongeveer tot hier. Zijn neus. Nou, dat behoort veel verder erin. Oh. Nou, het behoort er veel verder erin. En dat kon dus niet. Nee, hij was te groot. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. We gaan naar huis en we gaan het weer proberen. Tot straks. Nou, de muilkorf is helaas dus nog weer te groot. Maar ik ga vandaag echt niet weer terug. Nee, ik ben trouwens al een tijdje thuis. Maar ik heb eerst even foto's ervan gemaakt dat hij hem om had, mijn hondje. En die heeft opgestuurd naar Karen. Nou, die zei ook altijd, hij is nog steeds te groot, maar. Dus ja, hij gaat morgen breng ik hem weer terug. En dan moet ik wel nou, nog wel 2 maten kleiner hebben. Dus ja, dat, we zullen afwachten. De verpakking ligt er toch nog. Alles ligt bij elkaar. Laat het mooi ook zo leggen. Het legt me niet op mijn rug. En dan vergeet ik het ook niet. Dus hij gaat morgen lekker weer terug. En dan halen we een nieuwe op. Maar ik zal de camera aan de stroom doen, want jullie gaan vanavond mee on tour. Ja, met Chrisje weer en mij de donkere duinen door. Dus heerlijk weer genieten. Ja, 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 ja. Dus ja, dat gaan we weer lekker doen. En de Kopro gaat ook mee. Ja, dan kunnen jullie zien dat ik achter Chrisje aanrijd. Weer gezellig. Maar een andere route. Ja, dat is helemaal leuk. En in het bos gaat hij uit. En ik zie een mooie plekken of wat dan ook. Dan gebruik ik deze camera weer. Ik zou zeggen, tot later.